Goedenavond en welkom bij deze derde online uitzending over de Omgevingsvisie Ede 2040. We gaan het vanavond net als de vorige twee keer eerder dit jaar hebben over de toekomst van Ede. We hebben, in tegenstelling tot de vorige twee keer, hebben we inmiddels een concept omgevingsvisie. Die kunt u vinden op internet. En daarin staat beschreven hoe we in Ede willen wonen en werken in de toekomst. Maar we gaan ook in de omgevingsvisie in op uitdagingen op het gebied van mobiliteit, duurzaamheid, klimaat, landbouw, natuur en nog veel meer. Die omgevingsvisie is tot stand gekomen op basis van heel veel informatie. Bijvoorbeeld van experts van binnen en buiten de gemeente. We hebben ook gekeken naar beleid dat eerder door de gemeente is vastgesteld. Bijvoorbeeld dat we in 2050 klimaatneutraal willen zijn. En we hebben gesproken met u als inwoners van Ede. U heeft de gelegenheid gehad om online peilingen in te vullen en dat heeft u ook goed gedaan. En er zijn verschillende bijeenkomsten geweest in de dorpen en in de stad, waar ook een grote hoeveelheid inwoners bij aanwezig was. Nou, op basis van die informatie heeft de gemeenteraad in juni al een belangrijk besluit genomen. Ze hebben de hoofdlijnen van de omgevingsvisie al vastgesteld in 5 zogenaamde strategische keuzes. En die 5 strategische keuzes, dat zijn eigenlijk de hoofdstukken geworden van de omgevingsvisie. En die zijn de afgelopen periode uitgewerkt tot het concept dat er nu ligt. Vanavond praten we u bij over dit concept. En na afloop kunt u de komende dagen op internet weer een peiling invullen. En kunt u uw mening geven over deze omgevingsvisie. En die mening gaat samen met de omgevingsvisie naar de gemeenteraad die hier in oktober verder over zal spreken. We praten vanavond met mensen die de omgevingsvisie hebben geschreven. Jan-Pieter van der Schans, wethouder, verantwoordelijk voor de omgevingsvisie. Stedenbouwkundige Alice Gommerts, die een deel van de omgevingsvisie geschreven heeft. En Frits Dimmendaal, de projectleider. Ik heb straks allerlei vragen aan jullie. Maar die vragen kunt u thuis ook stellen. En dat kan via WhatsApp. Via het nummer dat u onderin uw scherm ziet, kunt u vragen stellen. Ik zal proberen zoveel mogelijk van die vragen te stellen aan de gasten hier vanavond, maar ik denk niet dat het lukt om ze allemaal beantwoord te krijgen vandaag. Nou, de komende week gebruiken we om de meeste van die vragen weer te beantwoorden en volgende week kunt u ze vinden op onze website. Goed, voordat we echt verder gaan met al die 5 strategische keuzes. Eerst een vraag aan wethouder Jan-Pieter van der Schans, verantwoordelijk voor die omgevingsvisie. Daarin zijn allerlei keuzes gemaakt. Welke spannende keuzes maakt Ede nu in deze omgevingsvisie? Ja, kijk, waar we mee begonnen was, ja, er zijn een hele hoop vragen die allemaal ruimte nodig hebben in de gemeente Ede. En waar kiezen we dan voor? Wat vinden we dan het belangrijkst? En ik denk eentje die we op een goede manier hebben proberen te beantwoorden, is dat we aan de ene kant zien dat er heel veel vraag naar woningen is. En er zijn heel veel mensen die graag in Ede een woning willen kopen of huren. En aan de andere kant zien we ook, ja, we zijn een groene gemeente. Ik bedoel, landbouw en natuur maken onze gemeente uit. Hè. Stap op de fiets, kijk rond, dat is wat je ziet. En die twee die proberen we op een goede manier bij elkaar te brengen. En dat is soms spannend. Want soms moet je ook gewoon zeggen, ja, hier gaan huizen echt wel voor. En tegelijkertijd op andere plekken kun je dan weer zeggen, nee, die landbouw en die natuur die moeten hier vol de ruimte krijgen. En ik denk dat die twee bij elkaar brengen misschien wel de spannendste opgave was die nu terugkomt in de omgevingsvisie. Ja, nou vinden inwoners daar vast nog iets van, ja. Van die spannende keuzes. Ja. Welke ruimte is er nog voor inwoners om hier iets van te vinden? Nou, ik hoop inderdaad dat ze van alles vinden van de omgevingsvisie, concepten, dat zei je net terecht, zoals die nu voor ligt. Ik zou ook willen oproepen, laat ook horen wat je ervan vindt via de enquête die je net aankondigde. Die reacties proberen we allemaal te verwerken. Ja, dat kan eigenlijk op 2 manieren. Door te zeggen, die nemen we mee. Dus die verwerken we in de omgevingsvisie. Of dat we zeggen, nou, die past er volgens ons niet bij. Maar die geven we wel aan de gemeenteraad. En uiteindelijk is de gemeenteraad in Ede de baas. Dus die kunnen die punten dan ook nog meenemen om te zeggen, nou, beste college van BMW, op die en die punten moet er toch wel wat anders in het stuk staan. Mooi. Een oproep dus ook om de peiling in te vullen op internet. Nou, dat kunt u na vanavond doen. Kan volgens mij nu al, staat op de internetsite. Wat gaan we dan vanavond doen? We lichten die 5 strategische keuzes in de omgevingsvisie verder toe. Nou, belangrijk dat we ze misschien even doornemen, die 5 keuzes. U ziet ze ook in beeld. Ik loop ze even met u door. 1 is leven in gezonde wijken, dorpen en buurtschappen. 2 duurzame mobiliteit en energie. 3 de natuur als basis en de Veluwe centraal.
De vierde strategische keuze is werk maken van Food Valley. En vijf is compacte groei vanuit eigenheid van Ede. Nou, van elk van die vijf strategische keuzes hebben we een filmpje gemaakt. Die laten we steeds zien. En na het filmpje stel ik een aantal vragen aan de gasten hier aan tafel. En probeer ik ook uw vragen te beantwoorden. Dus stel ze ook vooral via WhatsApp. We beginnen met het eerste filmpje over de eerste strategische keuze. Leven in gezonde wijken, dorpen en buurtschappen. Leven in gezonde wijken, dorpen en buurtschappen. Gezondheid is een van de kernwaarden van het leven. En gezondheid zien we breed. Zowel fysiek, mentaal als sociaal. We maken ons hard voor een aantrekkelijke, beweegvriendelijke en toegankelijke openbare ruimte. Voor voldoende goede voorzieningen voor sport, recreatie, natuurbeleving, onderwijs, cultuur, zorg, welzijn, ontmoeten en winkels. We kijken per wijk en dorp samen met de bewoners wat er nodig en mogelijk is aan voorzieningen. Wat kan dichtbij en welke voorzieningen willen we clusteren per wijk, dorp of in Ede Centrum? Belangrijk voor een goede gezondheid en een gezonde leefstijl zijn een passende woning, werk en een gezonde, schone, veilige fysieke omgeving die daarbij ook uitnodigt om te bewegen. Met fysieke leefomgeving bedoelen we alles wat u ziet, voelt en ruikt. Gebouwen, wegen, parken en een schone lucht. Vooral de luchtkwaliteit willen we in Ede graag verbeteren. Daarnaast vinden we dat bij een gezonde fysieke leefomgeving ook een aantrekkelijk aanbod van lokaal geproduceerd, gezond voedsel hoort. Voor wat betreft wonen kiezen we voor een aanbod aan woningen van verschillende types, woonvormen en prijsklassen. Alleen dan is er een leven lang een geschikte en passende woning in de gemeente te vinden. De druk op de woningmarkt is groot. Voor de hele regio Food Valley is er een behoefte berekend van 40.000. In onze omgevingsvisie gaan we voor de gemeente Ede uit van minimaal 11.000 en maximaal 15.000 nieuwe woningen tot 2040. In de dorpen bouwen we vooral voor de eigen behoeften. En in het zuidelijke deel van onze gemeente bouwen we daarnaast ook voor de regionale en bovenregionale behoeften. Nou, op basis van dat filmpje en de strategische keuzes heb ik nog wel een paar vragen. Alice, ik zei al, je hebt meegeschreven aan de omgevingsvisie als stedenbouwkundige. Kun je vertellen wat jullie bedoelen met een gevarieerd woonprogramma? Wat merkt de Edenaar daarvan? Ja, ik ben ook Edenaar. Als ik naar Ede kijk vanaf een afstandje, dan zie ik een heel gevarieerde gemeente. Hè? Stad, dorpen, buurtschappen, er is van alles te vinden. Maar als je dan kijkt naar de woningen die daar staan, dan zijn die eigenlijk niet zo gevarieerd. Die lijken best wel op elkaar. Hè, veel eensgezinswoningen, auto voor de deur, een tuin, een beetje dezelfde indeling. En ja, die behoeftes aan andere woningen, die zijn eigenlijk steeds meer aan het veranderen. Hè. We zien bijvoorbeeld starters, die zoeken gewoon kleinere betaalbare woningen. Hè, daar moeten we er veel meer van gaan bouwen. Ouderen, daar komen er steeds meer van. Die willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, maar dan moeten ze wel gelijkvloerse indeling hebben in hun woning. Dus dat soort woningen willen we eigenlijk meer gaan terugzien. En waar gaan we ze dan terugzien? Vooral bij de centra. Daar zijn veel voorzieningen goed ontsloten door het openbaar vervoer. En we hebben daar ook leegstaande winkelpanden en werkpanden die we willen transformeren. Maar er zullen ook appartementengebouwen bijkomen. Kleine in de dorpen, maar soms ook wel grote en soms zelfs woontorens in Ede Stad. Okay. Dus dat wordt wel gevarieerder van. Ja, zeker. En ik denk wat in Ede ook nog wel een mooie is, is dat we veel meer woningen rondom het groen willen bouwen. He, zoals de oude Begijnhoven. We zien ook wel de behoefte aan steeds meer het delen van voorzieningen. En dat kan heel goed in dat soort woonvormen. Dus daar willen we ook ruimte aan. Kijk, nou, dat is inderdaad een heel breed scala aan verschillende Ede wordt nog een woningen. Stuk gevarieerder. Ja, ja. Ja, mooi. Ja. Nou hebben we het ook over gezonde wijken. Meneer Van der Schans, u bent ook wethouder van wijken en dorpen. Ja. Hoe gaan we dat nu organiseren? Voorzieningen toegankelijk en dichtbij. Ja, dat zijn natuurlijk van die prachtige teksten. En daar staat natuurlijk die omgevingsvisie ook bol van. Maar als je gewoon simpelweg concreet
ja, jezelf de vraag stelt, hoe ziet dat er dan uit? Dan pak je de fiets en dan rij je langs de CAE. En dan zie je allemaal van die rekstokken in de openbare ruimte staan. Toen ik klein was, en dat is nog niet gek lang geleden, maar pak een jaar of 20 terug. Dan had je in de openbare ruimte vooral de wipkip. Of je moest thuis zeg maar een glijbaan hebben staan. Dat was een beetje het aanbod wat je had om bijvoorbeeld buiten te kunnen spelen. Dat plantsoen, dat was er eigenlijk niet om in te spelen. Want er liep iemand langs met een schoffel en die zei eruit hier. En wat we eigenlijk met elkaar zeggen, ook in deze omgevingsvisie, ja, dat zou je misschien wel veel beter kunnen combineren. Dus dat plantsoen is er niet alleen maar om daar te kijken en langs te lopen. Maar dat is ook om daar bijvoorbeeld met een kleedje op gezellig te gaan zitten op een mooie dag. Of bijvoorbeeld die rekstokken die ik net noemde bij de Christelijke Hogeschool Ede. Ja, dat soort combinaties die maken ervoor dat je niet meer ruimte nodig hebt. Maar dat je de ruimte die je hebt en waar we gewoon simpelweg allemaal in leven, dat je die wel beter benut. Dus ik denk dat we vooral naar dat soort oplossingen moeten zoeken. Ja. En ook, ik vind bijvoorbeeld wat Alice geeft ook altijd wel een hele goeie. Als het gaat over voorzieningen. Ja, bijvoorbeeld, ik ben nog hartstikke mobiel. Dus ik kan echt wel een paar kilometer fietsen voor een winkel. Maar als je wat ouder bent, dan is het fijn als je langer thuis wil kunnen blijven wonen. Dat je maar een klein stukje naar die supermarkt hoeft te gaan. Ja. Dus op die manier moeten we vooral kijken. Hoe richten we die wijken en die dorpen nou naar de toekomst toe nog beter in? Ja, mooi. Nou, inmiddels komen de eerste vragen via WhatsApp binnen. Een vraag aan Alice Rommert. Komt er ook ruimte voor tiny houses? Dat gaan we zeker onderzoeken in die variatie. Wat wel belangrijk is, en dat is een keuze die we echt hebben gemaakt in de visie, is dat we compact willen bouwen. Ja. Dat betekent, een tiny house is natuurlijk heel compact. Maar de plekken waar dat dan kan, zal toch ook wel aan de randen van de dorpen en de stad zijn. En we gaan ze niet spreiden over het landschap. Nee. Dus dat is wel belangrijk. Maar eigenlijk alle woonvormen, zeg maar, proberen we. Gaan we zeker onderzoeken, denk mooi. Ik. Ja. Nog een vraag die binnenkomt hier. Waarom voornamelijk woningbouw in het zuiden van de gemeente? Dat is eigenlijk een voorschot, denk ik, op wat we straks gaan horen, Frits Dimmedaal. Kun je daar al kort iets over zeggen? Ja, we hebben er erg voor gekozen. Als je door de oogharen heen kijkt in deze omgevingsvisie, in een luwe noordzijde en een dynamische zuidzijde. Omdat we gewoon zien dat de meeste functies en de grootste bereik en ook de aansluiten op de grote vervoerstromen zitten wel in het zuiden. In het zuiden zit de meeste dynamiek. Omdat we daar ook naar kijken. Ik kan er straks nog wel verder op ingaan wat we met zuiden bedoelen. Ja. Maar dat is wel. Dat komt straks nog uitgebreid terug, denk ik, in de rest van het programma. Goed, inmiddels is het tijd voor het. Of hebben we. Nee, ik zie nu dat er nu even geen. Ja, nog een vraag. Komen er ook kleine woningen voor bijvoorbeeld twee volwassenen, maar wel met een tuin? Wordt ook gevraagd. Ja, zegt Alice. Ja, onderdeel van dat totale pakket. Ja, dat zou bijvoorbeeld ook wel heel goed in zo'n Begijnhof passen. Ja. Zo'n hofje. Alleen waar het wel naar zoeken is. Is toch steeds die compacte vormen. Dus de tuin, zou de tuin dan kleiner kunnen en zou je het bijvoorbeeld ook kunnen combineren met een collectieve tuin? Dat zijn wel oplossingen die we wat meer nog willen zien in Ede. Ja. Want we hebben natuurlijk al heel veel huizen met tuinen. Ja. Grote tuinen. Nog een vraag. Het gaat over woningaantallen. Ik denk dat ik hem ga stellen aan Frits weer. Waar berust de opgave van 40.000 woningen in de Food Valley op? Er is immers geen wettelijke plicht om woningen te bouwen. Is de basis de uitspraak van de bouwheer Maxime Verhagen? Nee, het is geen rapport van Maxime Verhagen. Er ligt wel een onderzoeksrapport aan ten grondslag. Anderhalf jaar geleden is dat ook in de regio Food Valley vastgesteld. Dat is een zogenaamd STEC-rapport en die heeft die berekeningen gemaakt. En dat komt uiteindelijk voor Ede dan inderdaad op die bandbreedte van 11.000 tot 15.000 uit. Ja, want 40.000 is dan 40.000 voor de hele regio. En voor de gemeente Ede is dat dan? Klopt. 11.000 tot 15.000. Ja. Oké. Okay. Nou, dat waren een aantal vragen via WhatsApp. We gaan door naar de tweede strategische keuze. En daar hebben we weer een filmpje over. En dat gaat over duurzame mobiliteit en energie. In Ede is altijd veel ruimte gegeven aan de auto. Dat willen we ombuigen. We willen inwoners daarom aanmoedigen vooral lopend, met de fiets of openbaar vervoer te reizen naar de dagelijkse voorzieningen. Bij Ede West streven we naar een nieuw station. Waar daar vraag naar is, bieden we ook WMO-vervoer aan. We willen in Ede actief gebruik maken van die nieuwe mogelijkheden van duurzame mobiliteit.
zoals elektrische auto, de e-bike, datagestuurd openbaar vervoer en mobiliteit. Goed voor de bereikbaarheid en goed voor het milieu en gezondheid. We hechten waarde aan een goed OV, ook in het buitengebied. Toch staat dit helaas onder druk. Andere vormen van groepsvervoer en ook de auto blijven dan ook belangrijk. Ook in Ede willen we de komende jaren minder fossiele energie gebruiken en meer duurzame energie opwekken. Dat vraagt een forse inspanning van ons allemaal. Met energie besparen alleen komen we er niet. Lokaal duurzame energie opwekken is noodzakelijk, zowel op kleine als op grote schaal. Grootschalig opwekken kan het beste in het gebied langs de A30 en de A12. Voor de bebouwde kom willen we het bestaande energienetwerk zo goed mogelijk maken, zodat we kunnen inspelen op de toenemende vraag naar elektriciteit en de mogelijkheden voor kleinschalig opwekken van duurzame energie, zoals zonne-energie. En we zijn weer terug bij onze gasten hier aan tafel. Gezien ook in de filmpjes, we hebben veel ambities hier in Ede. Nou lijkt Ede heel groot, maar we moeten keuzes maken. Dat blijkt ook wel uit deze omgevingsvisie. En dat is ook best wel een uitdagende klus. Frits Dimmedaal, projectleider. Een van die grote opgaven zit in de energietransitie. Nou, als ik de media volg de afgelopen periode, dan zie ik al een tijdje dat elk zonneveld eigenlijk gelijk een hele stevige discussie oplevert. Hoe gaan jullie daarmee om in deze omgevingsvisie? Met dat soort vraagstukken. Terecht dat je dan vraagt, want zonnevelden zijn inderdaad altijd heel centraal in het debat. Maar even terug, we noemden net aan het begin al even de routekaart Ede Energie Neutraal. Wij willen in 2050 onze energie volledig duurzaam opwekken. En daar heb je gewoon heel veel van nodig. Dat is echt een keten van zon, van wind, aardwarmte, biomassa tijdelijk, als transitiebrandstof zeggen we dan. Er komt heel veel bij kijken. Zon op daken, dat schrijven we voor. Maar we weten ook als je alles optelt, is het maar de vraag of je daarmee 100% redt als je de zonnevelden bij voorbaat uitsluit. Dus we blijven die optie open houden, maar het is niet de enige optie. We hebben meer in het vat. En tot slot, wij concentreren het ook in principe zoveel mogelijk langs de A12, A30. Want ook technisch heeft dat te maken dat je daar ook de meeste aansluitcapaciteit hebt. Oké, dankjewel. Alice, ik zie in de omgevingsvisie vooral veel ruimte ook voor lopen en fietsen. In het begin van het filmpje ook, de auto doet een stapje terug. Wat betekent dat precies voor de inrichting van wegen? Ja, ik denk dat het goed is wel het verschil aan te geven tussen Edestad en de dorpen. Okay. Want in de visie zeggen we wel duidelijk voor Edestad dat de richting is. Hè, dat de auto als ruimtegebruiker stapje terug doet, voor de dorpen niet. En we doen dat voor Edestad grotendeels omdat de auto daar heel erg de ruimte heeft gekregen in het verleden. We hebben hele brede wegen in de stad die we veel beter zouden kunnen inrichten. En ik vind een mooi voorbeeld de telefoonweg in het centrum van Ede. Waar de autogebruiker een smaller wegdeel heeft gekregen. En daar is meer groen voor in de plaats gekomen. Maar het is vooral ook veel prettiger voor voetgangers en fietsers geworden. Het is een veel menselijker straat. Ja. En daar gaat het natuurlijk om dat we voor iedereen een mooiere leefomgeving maken. Daar valt nog denk ik een wereld te winnen in Edestad. Dus er zullen meer wegen op die manier gaan veranderen. Dus dat is een belangrijk uitgangspunt voor Edestad. En voor de dorpen zullen de veranderingen minder groot zijn. Okay. Maar gaat het er nog steeds om dat we het ook daar voor voetgangers en fietsers beter willen maken. En dan vind ik ook een leuk voorbeeld bijvoorbeeld de Westzoom in Lunteren. Ja. Die is echt bedacht vanuit de auto. Maar we missen heel erg een fietsroute aan die westkant van Lunteren. En ja, vanuit deze omgevingsvisie zeg je dan, ga daar eens goed naar kijken. En ga kijken of je daar bijvoorbeeld een route kan toevoegen. Ja, oké. Helder. Nou, inmiddels komen de vragen via WhatsApp binnen. Blijf dat doen. We hebben best wel tijd om ze vanavond te beantwoorden hier van deel. Een vraag over duurzame energie. Ik ga hem stellen aan wethouder Van der Schans. Hoe valt het streven naar gezonde wijken te rijmen met het op 300 meter van de woningen plaatsen van windturbines van meer dan 100 meter hoog? Bijvoorbeeld net ten zuiden van de Maandeneng en op scoutingterrein aan de Dwarsweg.
Ja, dit slaat denk ik op de discussie waar collega Geert Ritsema mee bezig is. Hè. We hebben onlangs 10 potentiële windmolenlocaties gepubliceerd, waarvan we zeggen, nou, volgens ons zou daar een windmolen kunnen staan. En we zetten nu de volgende stap. Kan dat echt? Wat zijn de, hè, er wordt gezegd 300 meter. Nou, even uit mijn hoofd zeg ik dat dat volgens mij 400 of 500 meter moet zijn, maar pin me daar niet op vast. Dat is juist de bedoeling die we nu met elkaar ingaan. Dat gesprek aan van, kan een windmolen op die locatie? Wat zijn de consequenties? Wat zijn de nadelen? Wat zijn de voordelen? Dus daar wordt nu druk over gesproken. Of dat nu op een bedrijventerrein is of vlakbij een snelweg. Hè. Zo zijn er, Frits zei het net al, we willen met name dat grootschalig opwekken van duurzame energie vooral langs de A30 en de A12 doen. Maar inderdaad, een windmolen van die hoogte, die ga je ook zien op meerdere plekken in Ede. Als ik bij mij thuis de deur uitloop en het is niet al te bewolkt, dan zie ik de 2 windmolens staan die nu ter hoogte van de A30, A12 staan. Dus ja, ook die windmolens zullen we, de nieuwe, ook die zullen we op meerdere plekken in Ede kunnen zien. Ja, helder. Ik zit even te kijken naar de volgende vraag. Een vraag. Dynamiek in Ede-Zuid. Ik ga hem even kijken hierbij. Ik stel de vraag en dan bedenk ik aan wie ik hem ga stellen. Dynamiek in Ede-Zuid vind ik wel een heel mooi woord voor verkeersoverlast. Hierbij denk ik vooral aan de Emmalaan, waar verkeersoverlast echt een probleem is geworden. Hoe worden dergelijke zaken in de visie meegenomen? Alice, zal ik hem aan Frits stellen? Ja, stel hem maar aan Frits. Frits. Ja, als het gaat over de grote ontsluitingswegen... en met name ook om Ede tijdig uit te kunnen komen, dus ja, de aansluiting op de grote bewegen, daar wordt echt op gelet. Daar willen we ook ruim baan geven, zorgen dat daar de auto goed langs kan. Bij de andere zijn we het juist wat meer aan het afwaarderen. Ik heb niet exact de precieze locatie van elke ingreep voor ogen, maar dat is wel de grote lijn die erin zit. Bedoelt ook om ook die overlast op wegen in de stad zoveel mogelijk te beperken? Een van de uitgangspunten is ook de oversteekbaarheid juist van dit soort grote ja, wegen. Het zal niet allemaal in één dag gebeurd zijn, denk ik. Maar ik kan er wel iets aan toevoegen. Ja. De visie zegt eigenlijk dat we de hoofdinvalswegen vanuit de snelwegen, dat we dat nog goed moeten regelen. Hè, dat daar doorstroming gegarandeerd blijft. Maar dat je eigenlijk veel meer in de stad, en daar is die Emmalaan eigenlijk toch ook wel een onderdeel van, dat je daar toch wel gaat kijken naar de autogebruiker een stapje terug laat doen. Ja. Dus toch meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Ja. En dat betekent ook dat de snelheid omlaag gaat en dat soort maatregelen. Ja, dat gebeurt natuurlijk ook concreet al bij de Emmalanen. Daar is een van mijn collega's de afgelopen tijd ook al bezig geweest met bijvoorbeeld het mogelijk maken van een zebrapad daar. Daar heeft de raad zich ook sterk voor gemaakt. En straks als de parklaan aangelegd wordt, dan is ook de verwachting dat er minder mensen die route pakken naar de rest van Ede. Ja, helder. Een vraag. Meneer Van der Schans, waarom is aan de westelijke kant van Ede een station nodig? Gaat daar meer gebouwd worden dan? De westelijke kant van Ede, ja, dat is eigenlijk een plek waar al langer gesproken wordt over een station. Wij denken, nou, dat is best wel een goede plek, want het ging net ook al, waar ga je bouwen? Ja, dan is het niet alleen maar van belang dat je daar met de auto kunt komen, maar ook dat daar een goede ontsluiting is voor het openbaar vervoer. Hè? Bijvoorbeeld rondom station Ede-Wageningen, maar ook andere stations. En wij denken dat rondom Ede-West, waar we zeggen, nou, volgens ons kan daar een station komen, dat je dan bijvoorbeeld ook als het gaat over kantorenlocaties of woonlocaties, dat je die ook daar meer ruimte kunt geven. Want dat zorgt er ook weer voor dat je minder druk hebt op de bestaande wegen. Want ja, als je vlak bij de trein woont en bijvoorbeeld je werkt in Utrecht of in Arnhem of iets verderop, dan stap je de trein in. Nou, de mensen op het NK-terrein weten hoe fijn dat het is om een station dichtbij ze te hebben. Nou, dat is makkelijk, want dan heb je misschien in plaats van 2 auto's per huishouden en misschien eentje nodig. Maar we gaan er geloof ik niet helemaal zelf over als gemeente. Nee. Kijk, het is niet zo dat wij zeggen, nou, wij gaan daar een station aanleggen en morgen ligt hij er. Nee, daar moeten we met alle partijen van ProRail tot de Rijksoverheid eindeloos over in gesprek met als doel dat hij er komt. Helemaal goed. De volgende vraag is ook voor u. Vanaf 2050 wil gemeente Ede van het aardgas af. Wat gaat de gemeente aan deze energietransitie doen? Wordt de rekening bij huiseigenaren neergelegd? Of komt er een plan vanuit de gemeente of overheid? Ja, dat plan komt er zeker. Ja. Het is wel echt een term van dit gemeentehuis. Maar er wordt gewerkt aan een transitievisie warmte. Daar is Geert Ritsema mee bezig. Een van mijn collega's. Ja. En daarin gaan we het hebben over, ja,
ja, het moet wel haalbaar en betaalbaar zijn. Want je wil natuurlijk niet dat die rekening de komende jaren enorm oploopt. Ja, en dan kun je wel zeggen, ik ben wel van het gas af. Maar die rekening die is oneindig tegen het plafond aangegaan. Dus dat is niet de bedoeling. En we zetten dat stapje voor stapje. Dus we gaan dat niet in één keer in heel Ede doen, want dat is niet te organiseren. Je moet je eens voorstellen hoe dan... Ja, dan moeten al die wegen opengebroken worden voor nieuwe infrastructuur. Dus dat gaan we niet doen. Nee, wat is nou het plan om per wijk of per dorp te gaan kijken, wat kan er? En wat zijn dan plekken die als eerste aan de beurt komen? En wat zijn plekken waarvan we zeggen, ja, dat is echt nog verstandig om daar even mee te wachten, omdat simpelweg de techniek daar nog niet geschikt voor is. Ja. Dus dat gaan we stapje voor stapje doen. Nu zijn we, daar is Geert Ritsema over bezig, met inwoners in gesprek. Waar moet ik allemaal op letten? Er is natuurlijk hier in huis goed over nagedacht. Maar hij stelt ook expliciet de vraag aan inwoners. Waar moeten we allemaal precies op letten? En dan gaan we stapje voor stapje, want 2050 is gelukkig nog een hele tijd, dat met elkaar mogelijk maken. Oké. Okay. Ja, dank u wel. Ondertussen begrijp ik dat de verbinding via YouTube 2 keer onderbroken is. Nou, onze technici zijn daar mee bezig om dat op te lossen. Onze excuses daarvoor. En uiteraard is deze uitzending later ook nog weer terug te kijken op onze website. Nou, wij gaan weer door naar het derde filmpje. De derde strategische keuze. En die gaat over de natuur als basis en de Veluwe centraal. De natuur als basis en de Veluwe centraal. We wonen in een prachtige gemeente met fraaie landschappen en waardevolle natuur. Maar deze kwaliteit staat onder druk. De achteruitgang van de biodiversiteit en de gevolgen van klimaatverandering, denk aan extreme droogtes of juist extreme neerslag, laten zien dat we een andere aanpak nodig hebben. We willen de relatie met de natuur herstellen. We kiezen daarom voor zoveel mogelijk natuurinclusief, klimaatrobuust en circulair wonen, werken, leven en voedsel produceren. Dat is noodzakelijk voor versterking van biodiversiteit en opvangen van extreme hitte of neerslag. Natuur is een vast onderdeel voor andere vormen van landgebruik en beheer. En samenwerking is daarom belangrijk. Behoud en herstel van onze natuur vinden we belangrijk. Maar mogelijk willen we meer natuur aanleggen. Door naaldbomen te vervangen door loofbomen, vergroten we de biodiversiteit en beperken we de verdroging. In sommige delen van de Veluwe staat de natuur echt op één en willen we zoveel mogelijk de rust bewaren. In andere delen bieden we ruimte voor recreatie. Intensieve vormen van recreatie en bedrijvigheid hebben ook hun invloed op de omgeving. Vandaar dat we ervoor kiezen om ten westen van de Veluwe een luwe zone te creëren, waar alleen ruimte is voor extensieve, kleinschalige en natuurinclusieve vormen van recreatie en bedrijvigheid. Goed, de natuur als basis en de Veluwe centraal, derde strategische keuze. Jan-Pieter van Schans, er wordt gesproken over een luwe zone. Ja. Ja. Onder velen. Wat betekent dat nou? Is dat een luwe zone? Welke gevolgen heeft dat voor bijvoorbeeld landbouwbedrijven die daar zijn gevestigd? Ja, kijk, dit is een visie over de komende 20 jaar. Ja. Dus dit is niet iets waarvan we zeggen, nou, als die raad die vaststelt, dan treedt dat morgen in werking en dan moet alles op één dag geregeld worden. Dus dat is één. Dat is denk ik wel belangrijk. Als ik naar de kwaliteit van de natuur kijk in Nederland, maar dat zie je ook wel in de gemeente Ede rondom de Veluwe terugkomen, dan staat die gewoon onder druk. En dat heeft allerlei oorzaken, gewoon onze manier van leven. Of dat nu de mobiliteit is, of bijvoorbeeld de uitstoot van ammoniak in de landbouw. Of ja, enorme recreatie op dezelfde stukjes. Nou, dat is, daarvan zeggen, joh, daar moeten we goed oppassen. Want die natuur, ja, die zorgt niet voor zichzelf. Daar moeten wij soms ook een klein beetje op letten. En dat is de bedoeling bij die luwe zone, is dat we zeggen, een rand om het Veluws natuurgebied, daar moeten we extra goed oppassen. En dat betekent zoveel als dat we zeggen, nou, misschien is daar meer ruimte voor een extensief landbouwbedrijf dan voor een intensief landbouwbedrijf. Misschien is daar meer ruimte voor een camping waar heel veel ruimte is voor groen dan een enorme intensieve recreatieonderneming. Ja. En dus dat is wat we daar vooral mee bedoelen. Dat we zeggen, joh, ook die rand naar de Veluwe toe, die kan ons helpen om die natuur beter qua kwaliteit ook weer een beetje te herstellen. En daar is die zone ook vooral voor bedoeld. Ja, nou, dan even mijn vervolgvraag. Betekent dat iets voor boeren het komende jaar? Of ja, voor...
Niet zozeer het komende jaar, maar wel de komende jaren. Jaren, ja. Hè, dat je zegt, van, nou, laten we kijken hoe we bijvoorbeeld ook het verdienmodel van een boer... Ja. Zo kunnen veranderen dat het helpt bij die luwe zone. Hè, bijvoorbeeld, ik was onlangs bij een boer die is deels overgestapt op notenteelt. Nou, dat is een verdienmodel wat enorm helpt bij die ontwikkeling. Ja. Of dat een boer zegt van, joh, daar kan ik een deel van mijn land inrichten voor bosbouw. Want er is enorme houtvraag in Nederland en in de rest van de wereld. Ja, dat is een andere manier dan dat ik jaren gedaan heb. Nou, dat zijn goede combinaties die we met elkaar zullen moeten zoeken. Ja. Om dat met name in die zone goed vorm te geven. Mooi. Ja, dank u wel. Frits, dan toch iets als projectleider. Je hebt die keuzes, dat keuzeproces eigenlijk begeleid in die omgevingsvisie. Met deze strategische keuze, versterken we nou echt daadwerkelijk de natuur met deze keuzes? Je zou denken, er wordt heel veel gebouwd, dus hoe gaat dat aflopen met die natuur? Hè? Dus, en dat is natuurlijk ook echt een spanningsveld. Maar goed, wethouder noemde net al even een voorbeeld hoe je ook landbouwers veel meer ook natuurbeheerders kan laten zijn. Hè? Dat agroforestry heet dat dan met een ziek woord, hè? Bosbouw in gewoon Nederlands. Ja. Maar wat we ook aan denken, is juist oude structuren die verdwenen zijn. Ik woon ook in Ede, ik fiets ook rond. En dan denk je, goh, hier zie je nog een oude structuur. Een pad is in één keer afgeknipt omdat er een weg doorheen gekomen is. Dus met die ontwikkeling, we moeten af van het idee dat we alleen maar woningen stempelen. Zoals dat in het jargon zeggen, allemaal nieuwe rijtjes erbij. Je kunt dat juist in de ontwikkeling, kun je ook oude structuren terug laten komen. En het combineren. We bouwen straks geen woonwijken meer, we bouwen ook natuur. En ik denk dat dat ook kan helpen. Kijk, samen met de woonwijk ook natuur creëren. En dat is echt een uitdaging hoor, maar ik geloof daarin. Je ziet die kanteling ook. Mooi. Ook op dit onderwerp komen weer vragen binnen via WhatsApp. Blijf ze stellen. We hebben er tijd voor om ze te beantwoorden. Frits. Oh, dan verdwijnt hij even van mijn schermpje. Dan stel ik deze toch aan de wethouder. Hoe is de natuur als basis te rijmen als er op sommige plekken veel groen moet wijken? Bijvoorbeeld voor de geplande tunnel op de oude Bennekomseweg. Zuidplein, Emmalaan. Ja. Kijk, dat zei ik natuurlijk helemaal aan het begin al. Hè? Is dat aan de ene kant woningbouw en aan de andere kant die mooie groene gemeente van ons groen houden en misschien nog wel groener maken met elkaar. Dat gaat op sommige plekken. Dan kun je niet allebei. Nee. En net wat ik, volgens mij noemde Frits net die aantallen van 11.000 tot 15.000 woningen. Ja, dat gaat altijd ergens ten koste van. Nou, en juist de uitdaging is, met die omgevingsvisies, om dat goed in balans te houden. Maar dat zal op sommige plekken betekenen dat je ingrepen moet doen. Bijvoorbeeld de locatie waar de vragensteller ook op doelt. Ja, die is anders dan het afgelopen jaren was. En dan kan het wel eens zo zijn dat er bijvoorbeeld bomen of een plantsoen moet wijken. Om ervoor te zorgen dat de fietsers die we graag onder het station door willen hebben. Vanaf de stationsweg richting Bennekom en richting Wageningen. Dat die op een goede manier hun weg kunnen vinden. Dus ja, er zitten soms conflicten tussen. Ja. Waarbij je niet allebei kunt doen en dus een keuze moet maken. Ja. Helder. Frits, natuur is niet alleen de Veluwe, ook het binnenveld in het zuiden van de gemeente is ecologisch gezien waardevol. Wat zijn daar de plannen mee? Klopt. Nou, dat hangt ook samen met die zuidelijke food valley gedachte. We typeren het binnenveld als de long van de zuidelijke food valley. Tegelijkertijd zeggen wij ook, aan de randen daarvan kun je nog wel wat winst behalen. Ik heb er letterlijk gisteren nog eens rondgefietst en nog eens even goed gekeken. En ik denk, daar zijn echt wel verbeteringen aan te brengen. Dus bepaalde structuren goed neer te zetten en te herstellen. Dus je kunt dan weer groen aanbrengen. En tegelijkertijd zorg dan dat wat je daar aan ontwikkeling doet, dat daar dan ook past. Maar daarbinnen, nou ja, het mooiste voorbeeld binnen Binnenveld is natuurlijk de Hooilanden. En dat is natuurlijk een geweldig initiatief wat ook heel erg vanuit de samenleving zelf is gekomen. Maar dat zijn ontwikkelingen, ja, die wil je meer. En tegelijkertijd zie je daar ook een behoorlijke intensieve vorm van landbouw. Ja. Waar je ook gewoon nog eens naar moet kijken. Ja, nou en dat is meteen de vraag die hierna gesteld wordt door iemand. En ik ga hem stellen aan de wethouder. Wordt het een food valley waar geen voedsel meer geproduceerd wordt? Oftewel, is er nog wel ruimte voor de boer? Ja, nee, het lijkt me inderdaad nogal maf om de food valley te zijn zonder voedsel. Dus dat moeten we inderdaad niet gaan doen, want dan kunnen we die naam wel bij het oud vuil gooien. En juist ook, dat is denk ik, ja,
Of je nu in Ede rondloopt of 50 jaar geleden in Ede rondliep. Er zijn twee hele belangrijke, ik noem dat altijd, identiteitsdragers. En dat is aan de ene kant de natuur en dat is aan de andere kant de landbouw. Ja. Die bepalen het gebied waarin we wonen. He, dat was 100 jaar geleden zo. Toen waren er nog een hele hoop minder woningen. Maar toen waren die landbouw en die natuur, ja, die waren er toen ook al. Dus daar moeten we allebei goed voor zorgen. En als ik dan inzoom op de landbouw, dan gaat het wat mij betreft over extensieve bedrijven, biologische bedrijven, of het nou gaat over intensieve bedrijven, hè, die een mooi product op weinig grond mogelijk maken. En daar eten we denk ik allemaal graag van. Maar het is ook wel de vraag, wat doe je waar? En we hebben gezegd, nou, langs de Veluwe, daar geven we vooral ruimte voor extensief. Hè, dus dat, per boer meer ruimte, want ja, dan kan die koe ook echt buiten lopen. En we zeggen bijvoorbeeld in de Gelderse Vallei is ook ruimte voor extensieve boerenbedrijven. Die zitten er nu ook al gelukkig veel. En met hen gaan we graag in gesprek. Een paar extensieve, maar vooral intensief inderdaad. Dat bedoelde ik. En met hen gaan we graag in gesprek over hoe kun je bijvoorbeeld naar een nog circulairder systeem toe. Ja. En dus dat bijvoorbeeld het voer wat je nodig hebt, dat zoveel als mogelijk in Nederland of in Europa wordt geproduceerd. Dus het gaat niet zozeer die omgevingsvisie. Het woord zegt het al, het is een visie. En we willen daar graag met elkaar verder over in gesprek om dat werkelijkheid te laten worden. Ja, helder. Ik krijg een vraag van iemand die zit te kijken over natuurinclusief. Wat is dat natuurinclusief, Alice? Ja, natuurinclusief is dat je meewerkt met de natuur. We komen natuurlijk uit een periode dat we de natuur wilden bedwingen met techniek, technische oplossingen. Hogere dijken in plaats van meanderende dijken. Eigenlijk willen we die richting, en daar zijn we al mee bezig, veel meer ook op in Ede. Hè. Je maakt eigenlijk, je bouwt of je richt een gebied in, zodat je veel meer bijdraagt aan biodiversiteit en aan natuurwaarde. Wat betekent dat dan praktisch? Hoe richt je dat dan in? Dat is ook jouw vak. Je kijkt, je begint van groot, dus je kijkt naar de grotere groenstructuren natuurlijk. Hè, en ecologische relaties, vleermuisroutes en dat soort dingen. Die je probeert te beschermen, te borgen of te versterken. Maar het kan ook in het klein. Hè. Gebouwen zijn eigenlijk ook habitats voor vogels, voor insecten. En we weten daar steeds meer van. Dus je houdt rekening met de ligging en de oriëntatie en je weet welke soort van nestkasten daar geplaatst kunnen worden. Er zijn fantastische woontorens in de wereld die heel gaaf zijn, heel natuurinclusief. Kijk zo. Zelfs als we woontorens realiseren, kan dat dus. Het kan op allerlei manieren. Ja. En dat is soms ook heel leuk. Ik was een tijdje terug bij Ericsson. Dat is een heel mooi bedrijf op bedrijventerrein A12. Een enorme, sommige mensen noemen dat dozen. Hè? Dus een enorm pand waar hard gewerkt wordt. En ik kom daar binnen, want ja, het was nieuw en ze wilden me graag dat gebouw laten zien. En het eerste wat die eigenaar zei, die ondernemer, zegt, ja, moet je eens kijken, we hebben hier op verschillende plekken vleermuiskasten. Ik denk, nou, ik kom daar binnen, hè, om een fatsoenlijk gesprek te voeren over de mooie producten die ze daar maken en hoe trots dat ze daarop zijn. Maar het eerste, hij zegt, joh, we gaan nog niet naar binnen, kijk eens even naar dat dak. En daar zaten dus allerlei vleermuiskasten. Dus het klopt, het gaat soms over hele grote, mooie, nieuwe, groene structuren, allemaal prachtig. Maar het zit hem soms ook in dat soort hele kleine dingen. En deze ondernemer in dit geval was er zelf ook laaiend enthousiast over. Mooi, mooi. Ik heb een vraag van iemand die zit te kijken. Dat gaat eigenlijk over, ja, denk eigenlijk wat de status nou van die omgevingsvisie is. Hoe gaat de gemeente om als projectontwikkelaars plantschade claimen als iets wel mag vanuit de omgevingsvisie en de gemeenteraad het plan van de projectontwikkelaar niet wil? Dus eigenlijk is de vraag, welke rechten heb je nu op basis van deze omgevingsvisie? Ja. Misschien een meer politieke vraag. Ja, dat is een terechte vraag. Hè? Want eigenlijk, en dat zal ook het gesprek zijn wat ik straks heb met de gemeenteraad, is ja, hoe serieus nemen we onze eigen visie? Ja. Maar tegelijkertijd, en dat zeg ik ook wel even bij, ja, die visie die is ook een klein beetje op hoog abstractieniveau. We zullen al die verschillende plekjes en al die verschillende plannen verder moeten gaan inkleuren en invullen. En dan kan het natuurlijk zijn dat als er in 2035 een plan langskomt, dat er allerlei nieuwe inzichten zijn en veranderingen. Die maken dat wat we toen in 2021 hebben opgeschreven, ja, wel een klein beetje bijstelling behoeft. Ja. Dus die omgevingsvisie is geen hele harde grondwet die zegt, maar dat niet en dat wel. Nee, het is een visie. Het inspireert ons. Het is een schets. Maar het is ook geen glazen bol. Hè. Het bepaalt niet hoe Ede er precies uitkomt te zien de komende 20 jaar. We leggen wel iedere keer alle plannen langs die omgevingsvisie. Ja, ja. En dan zullen we ook moeten argumenteren waarom dat we bijvoorbeeld iets anders doen. Ja. Nou, en dat zit hem wat wij betreft dan vooral op als de tijd ons nieuwe inzichten geeft. Ja. Maar die 5 strategische keuzes, zeg maar, die zijn wel echt wel belangrijk voor de toekomst om ook plannen
eigenlijk binnen die 5 strategische keuzes te ontwikkelen. Dat is zo'n, ik zie Alice heel... We leggen hem letterlijk initiatieven en projecten langs de lat van die 5 keuzes. Dat zal ook het spel worden voor de komende periode. We bouwen niet alleen, we doen ook aan natuur. We zorgen ook dat het goed leefbaar wordt. En je kijkt ook van wat doet dit qua werkgelegenheid. Dus je legt steeds die 5 keuzes op elk plan om te kijken wat draagt die eraan bij. Mooi. Nou, ondertussen begrijpen we van een aantal kijkers dat zij geen problemen hebben ondervonden net met de uitzending. Dat zij gewoon alles hebben kunnen zien. Dus het zou ook kunnen dat het aan uw eigen verbinding ligt. Nou, morgen is de hele uitzending nog uitgebreid terug te kijken op internet. En trouwens, hij zal nog wel een tijdje daar blijven staan op onze website. We gaan door naar de 4e strategische keuze met een filmpje over werk maken van Food Valley. Werk maken van Food Valley. Een sterke economie is een belangrijke basis voor een duurzame ontwikkeling. Ede beschikt over een krachtig bedrijfsleven. De kennisas is ook belangrijk in de groei van het aantal banen. We kennen in onze gemeente een historische groei van het aantal banen met 1-2% per jaar. Die lijn willen we ook doortrekken richting 2040. Als gemeente Ede maken we al ruime tijd werk van food, innovatie en de ontwikkeling van Food Valley. We beschikken over een dynamische kennisas met het World Food Center, de universiteit, HBO, MBO, kennisinstellingen en nauw daarmee verbonden bedrijven. Die kennisas wordt steeds belangrijker en is een belangrijke motor voor onze economie, die daarmee meer innovatief en toekomstbestendig wordt. De agrarische sector is altijd belangrijk geweest voor Ede. Ook onder de huidige omstandigheden maken we ons sterk voor de toekomst van de sector. Ede en de Food Valley vormen met de Veluwe als achtertuin bovendien over een zeer aantrekkelijke agrarische proeftuin voor innovatie. De mooie omgeving en de Veluwe vormen niet alleen een belangrijke reden om hier te komen wonen, maar ook een belangrijke basis voor de vrije tijdseconomie. Naast grote werklocaties kent Ede ook een zeer ondernemend buitengebied. In de buurtschappen, dorpen en op de voormalige agrarische bedrijfslocaties ontstaan vaak nieuwe bedrijven. Daar willen wij ruimte aan blijven geven, maar bedrijven die fors uit hun jasje groeien, willen we bij voorkeur huisvesten op bedrijventerreinen langs A12 en A30. Goed, werk maken van Food Valley met de Van der Schans. Ede blijft kiezen voor food, zegt de gemeente steeds. Hoe draagt dat nou precies bij aan de werkgelegenheid volgens u? Ja, we hadden het al straks over boeren. Daar wordt een groot deel van ons voedsel geproduceerd. Als je iets verder buiten de gemeentegrenzen van Ede richting Wageningen rijdt, dan kom je de Wageningen Universiteit tegen. Nou, die twee combinaties wat ons betreft hebben we daarmee goud in handen. En dat betekent dat allerlei bedrijven die bezig zijn met voeding, met gezondheid, graag in onze regio willen zitten. En dat willen we graag faciliteren. En dat kunnen bedrijven zijn die al in Ede zitten of in de regio Food Valley zitten en die een nieuwe plek nodig hebben. Bijvoorbeeld langs de A12 op het Food and Business Park, bijna tegen Veenendaal aan. Daar vereist het bedrijf, en dat zat jarenlang op allerlei plekjes in de regio. Meerdere locaties. Ze hebben nu 1 nieuwe locatie die hen de gelegenheid geeft om te groeien. Om meer mensen aan het werk te zetten en meer mooie producten te kunnen produceren. Nou, dat is een voorbeeld waarbij je, als je kiest voor voedsel, kiezen is ook een beetje gekozen worden. Want als wij een duidelijk profiel hebben, dan kiezen die andere bedrijven op meerdere plekken uit Nederland dus ook ervoor om hier in Ede of in de regio Food Valley te komen. En dat betekent werk. Kijk zo. Ja. Nou hoorde ik net, Frits, de term vrije tijdseconomie in het filmpje. Wat bedoelen we daarmee? Vrije tijdseconomie kun je denken aan gewoon toerisme en recreatie. Even een voorbeeld. Elk jaar overnachten er 1 miljoen toeristen in Ede. Er verdienen meer dan 3000 mensen hun dagelijks brood in deze sector. Dus het heeft echt wel impact. Echt wel betekent wat. Je kunt hem ook nog wat breder trekken. Om hier echt aantrekkelijk te blijven, zeggen we, zorg in elk geval dat je goede kwalitatieve voorzieningen hebt, maar doe ook wat aan het cultureel klimaat. Dus nou, we hebben natuurlijk Quille Muller als icoon, als mooie trekpleister, maar er gaan er wel meer komen. En
Je kunt ook denken aan festivals, hè? Woest en Buister is ook zo mooi. Dus het, ik denk dat het wat levendiger van wordt. En dat is goed voor die kenniswerken waar we het net even over hadden, voor de, onze kenniseconomie. Maar het is zeker ook goed voor de Edese inwoner. En dan heb ik het over de hele gemeente Ede. Het wordt gewoon leuker. Het wordt gewoon leuker. Ja, mooi. We gaan naar wat, wat vragen van kijkers. Alice, mag een boer die stopt een ander bedrijf opstarten op dezelfde plek? Of een aantal woningen op zijn erf zetten? Kan dat zomaar? Als het past bij de doelen van de omgevingsvisie, hè, dan kunnen we daar tot op zekere hoogte een ruimte aanbieden. Hangt heel erg van het gebied af. Ja. En het hangt van de schaal af van zo'n activiteit. Bij woningen zeggen we eigenlijk in principe dat we het liever aan de randen van de dorpen en bij de buurtschappen hebben. Ja. En om eigenlijk gewoon de versnippering en de verspreiding in het landschap te voorkomen. Bij bedrijven, niet agrarische bedrijvigheid noemen we dat, is het ook gebonden aan een maximum oppervlakte. Ja, maar als de omgevingsvisie is vastgesteld, dan kan het nog niet gelijk, hè, denk ik. Dan moeten er nog stappen gezet worden om dat soort zaken mogelijk te maken. Klopt dat? Op dit moment, bij mijn weten, kan er best veel is die richting ook aanwezig. Ja. Dus daar, volgens mij zit het wel in lijn met beleid. Ik denk dat we meer gebiedsgericht wel verschillen gaan krijgen daarin. Ja. Dus wat de wethouder ook uitlegde van meer kleinschalige, extensieve zone langs de Veluwe. Daar gaan we natuurlijk veel meer, minder bedrijvigheid toestaan. Ja. In de stadhuistaal zeggen we hebben functieveranderingsbeleid. Kijk zo. Dus dat kan inderdaad voor boerenbedrijven. Kan wel nodig, maar juist bij het vaststellen van de leidende van de strategische keuzes van de omgevingsvisie heeft de Raad nog eens even echt benadrukt. Zorg ervoor dat je niet te veel versnippering, te veel losse woningbouw in het buitengebied creëert. Probeer dat zoveel mogelijk bij de dorpen te houden. Ja. Dus dat is wel de beperking die eraan zit. Ja. Dan een vraag over recreatie en toerisme. Met over van Schans. Hoe kun je de Veluwe beschermen als je wel toerisme en recreatie wilt stimuleren? Ja, dat is inderdaad ook zo'n spannend onderwerp. Zeg maar. Je zou zeggen, dat is een keiharde tegenstelling. Misschien niet helemaal. Bijvoorbeeld als ik kijk naar de Ginkel. De Ginkel is een plek waar het schaapskooi, maar we hebben afgelopen zaterdag nog Airborne daar met elkaar herdacht. Dat is een plek waar heel veel mensen graag naartoe komen. Maar dat is ook een gebied waar heel veel verschillende kwetsbare natuurtypen, zoals we dat dan zo mooi noemen, omheen zitten. En waar we nu aan het kijken zijn, is dat we eigenlijk twee dingen proberen te doen. Is dat we de routes en de plekken waar heel veel mensen komen, dat we die een kwaliteitsimpuls geven, dus dat het nog leuker en fijner is om daar te zijn. Maar dat je daarmee ook verleid wordt om een bepaalde route te lopen die kwetsbare natuur ontziet. Dus daarmee probeer je, want wat is er nou heerlijker om op zaterdag of zondag van die natuur te genieten? Ja. Nou, daarvan zeggen we, dat blijven we doen. Maar dat doen we misschien wel een klein beetje zo, op zo'n manier, dat die lastige, kwetsbare plekken, dat we daar niet met honden, met paarden, met racefietsen doorheen crossen, maar dat we die even lekker laten rusten. Helder. Ik mag van de regie nog een derde vraag doen. Frits, komt er zware chemische industrie op de bedrijventerreinen? Denk aan Chemiepak of Tata Steel. Dat is niet de ambitie die Ede heeft om hier een tweede Pernisse te ontwikkelen. Nee, dat is niet. Dus dat is nadrukkelijk niet de bedoeling, begrijp ik. Nee. Oké, helder. We gaan naar de laatste en vijfde strategische keuze in de omgevingsvisie van Ede. En dat gaat over compacte groei vanuit de eigenheid van Ede. Compacte groei vanuit eigenheid van Ede. We moeten in onze gemeente slim en verstandig omgaan met de beschikbare ruimte, want we hebben heel wat ambities. Op het gebied van wonen, werken, mobiliteit, energie en de natuurlijke omgeving. Daarom kiezen we voor compact bouwen. Dat wil zeggen vaker dan voorheen in meerdere lagen en de ruimte op verschillende manieren tegelijk te gebruiken. Bijvoorbeeld zonnepanelen op daken, maar ook vragen we maatregelen voor natuurherstel te nemen als voorwaarde om te kunnen bouwen. Met compact bouwen kunnen we makkelijker de auto laten staan
en lopend op de fiets of met het openbaar vervoer reizen. Ook de intensiteit van het ruimtegebruik ondergronds neemt toe. We kiezen ervoor als gemeente meer de regie te nemen en te sturen op duurzaam gebruik van de ondergrond. We vinden het belangrijk dat wonen en werken in Ede zich in een goede balans ontwikkelen en dat alles goed bereikbaar blijft. Dat is goed voor de levendigheid in onze gemeente en kan de mobiliteit beperken. Ontwikkelingen in het verleden hebben Ede gemaakt tot wat het nu is. Met veel kwaliteiten, maar ook verbeterpunten en de noodzaak voor aanpassingen met het oog op de toekomst. We vinden het daarom belangrijk om Ede stad, de dorpen en het buitengebied meer onderscheidend van elkaar te laten zijn. En we willen de landschappelijke kenmerken en kwaliteiten van onze gemeente waar mogelijk behouden en versterken. Ik heb een vraag voor Alice Rommers. Als we met collega's en ook met inwoners van Ede praten, dan zijn ze vooral ook heel trots op Ede en hoe mooi ons landschap is. Mm. Nou is dat landschap echt enorm veranderd, hè? Van 20 jaar geleden naar nu. En nu hebben we het over een omgevingsvisie van nu naar 2040, dus over 20 jaar. Ja. Hoe zorgen we er nou voor dat Ede ook in 2040 nog herkenbaar is als Ede? Ja, dat vind ik echt een van de grote uitdagingen. Ja. Want de druk op Ede is echt enorm. Dus als we niets zouden doen, dan zouden er overal woningen en bedrijven komen. En dan versnippert het landschap. En dan is het niet meer herkenbaar. Nee. Dus die omgevingsvisie en ook allerlei ander beleid wat we doen, is daar echt heel belangrijk in. We hebben een belangrijke sturende rol in. En er zijn veel keuzes in de omgevingsvisie die ermee samenhangen. Ik wil er een paar noemen. Ja. Eén is volgens mij het koesteren van onze cultuurhistorie. En dat zijn niet alleen de monumenten, hè, de gebouwen, maar wij zijn ook echt heel zuinig bijvoorbeeld op ons open enge landschap. We hebben hele mooie open enge langs de Veluwe-rand. Ja. Bijvoorbeeld bij de Doesburgermolen. Want enge zijn weilanden, hè? Enge zijn open bouwlanden, ja. Zeg maar akkerlanden. Ja. En ze zijn ontstaan door het gebruik van de mens. Ja. Het zijn echt agrarische cultuurlandschappen. En ze zijn heel bijzonder in Ede, want ze zijn heel groot. We hebben ze heel verspreid in Nederland. Deze zijn heel groot. En we hebben een paar hele mooie. We willen al die enge landschappen beschermen. Ja. En bijvoorbeeld bij de Doesburgermolen is zo'n voorbeeld. Maar dat is één voorbeeld, dat is één keuze. Ik denk een andere hele belangrijke keuze is dat we de groei concentreren. We gaan echt de meeste woningen en bedrijfsterreinen in en bij Ede stad een plek geven. En dat betekent dat we andere gebieden in Ede luw houden en open. En dat is heel belangrijk. Nou, we hebben het al gehad over de grootschalige energie. Die concentreren we ook, maar dan bij de A12 en de A30. Dat is al een grootschalig snelweglandschap. En ik vind eigenlijk een van de belangrijkste keuzes is dat we ruimte blijven geven aan de landbouw. Want landbouw en boeren horen bij Ede. Maar dan wel in de richting van meer natuurinclusiviteit. Ik denk dat dat een enorme boost gaat geven voor het landschap juist. Ja. We gaan beekloop herstellen. Er komen meer teelten die passen bij de bodemsoorten die we allemaal hebben. Kruidenrijke bermen, hagen, laantjes. Ik denk dat het landschap er veel gevarieerder en rijker van wordt. Ja. Dus als ons dat allemaal gaat lukken... Ja, want eigenlijk hoor ik je ook zeggen, we moeten ook echt keuzes maken. Anders verliezen we het Edense landschap. Ja, dus die versnippering die ligt enorm op de loer. Ja. En dus hebben we die keuzes nodig, moeten we ook echt wel zo gaan werken. Ja. En als ons dat lukt, krijgen we wel heel veel verandering. Want dat is onvermijdelijk. Maar dan houden we Ede wel herkenbaar, denk ik. Nou... lees ik ook dat we 11.000 tot 15.000 woningen gaan bouwen. Nou, Lies zei al, rond Ede stad. Maar Frits, waar gaan we ze dan bouwen? Klopt. Nou, als het goed is, gaat er zo even een kaartje geprojecteerd worden waar we dat in kunnen zien. Altijd goed om dan, als je het kaartbeeld ziet, dan zie je eigenlijk de hele vlek van de gemeente Ede. Je ziet dan ook gelijk dat 60%, daar blijven we gewoon echt met de vingers vanaf. Dat is de Veluwe en alle natuurwaarden. Je ziet daar in het licht zandkleurige, zie je de engen waar Alice het over had, blijven we ook vanaf. We zeggen vervolgens aan de noordzijde van Ede, dus zeg maar alles grofweg boven de N224, daar is de groei
echt voor de eigen behoeften. Dus niet meer dan wat in de kernen, in de dorpen nodig is. Nou, dat zie je in die figuur ook een beetje terug met kleine vierkantjes. Niet dat we het al precies weten waar het valt, maar we weten wel ongeveer de omvang voor de komende 20 jaar. Waar is dan die grote aantallen? Nou, Alice noemde het al. We zullen vooral in Ede stad gaan we compacter en verdichten hoogbouwen. We denken dat we daar toch zeker zo'n 6.000, 7.000 woningen weg kunnen zetten. Even tussendoor, want ik zie daar een vraag over komen van het publiek. Klopt dat die conclusie dan dat er meer hoogbouw voornamelijk in Ede stad komt? Voornamelijk dat is de conclusie, Ede-stad. De vraag van iemand thuis. Klopt. Ja. Ik zeg nogmaals, voornamelijk in Ede stad. Ja. In de dorpen kijk je ook of je daar niet iets wat stapel moet doen, maar dan moet je echt niet aan hoogbouw denken. Maar daar zal heus wel wat compacter omhoog gegaan worden, maar dat passend bij het dorp zelf. Nee, we kijken in Ede stad echt om te verdichten en om ook hoogbouw werd al genoemd. We kijken ook of we daar kunnen transformeren. Dat is een stadhuisterm voor kun je bedrijfsterreinen niet meer wonen aanbrengen. Daar is ook dat Ede West station voor bedacht. Hè? Want dan moet je toch zorgen dat je kan ontsluiten. Heb je het dan nog niet allemaal? Nee, dan heb je het nog niet allemaal. En dan zeggen we ook verkennen gelijktijdig even een drietal zoekgebieden. En dan kom ik met een wat brede definitie van Ede-Zuid. Want bij de drie zoekgebieden denken we aan Kern en Noord. Nou, we hebben daar de wet voor. We zijn daar wel plannen voor aan het ontwikkelen. Ja. De tweede mogelijkheid is rondom de Klomp. Dus het Intercity-station als drager voor een ontwikkeling. En de derde is inderdaad aan de randen van het Bennekom-West, aan de rand van het Binnenveld. Ja. Oké, dat zijn dus de drie zoekgebieden die in deze omgevingsvisie staan. En als je dat allemaal optelt, kom je aan die 15.000 max. Kijk eens aan. Oké, dankjewel. We gaan naar de laatste vragen van vanavond vanuit het publiek. Vraag aan de wethouder. Hoe is een gezonde wijk te rijmen met het bouwen van woonwijken bij snelwegen? Ja, dat is een goede vraag. Als ik nu even kijk naar de wijken die we in de omgevingsvisie hebben staan. Even kijken, dan Kennem Noord. Kom je in de buurt van A30. De A30 natuurlijk. Ja. Nou, daar wordt nu ook al gebouwd. Kennem B wordt daar gebouwd. Nou, dan moet je bijvoorbeeld voldoen aan geluidsschermen. Dan moet je ook kijken naar de druk die dat geeft. Dus je kunt niet zomaar inderdaad pal naast de snelweg een huis gaan bouwen. Dan moet je heel goed opletten. We hebben, en dat zag je volgens mij in een van de eerste filmpjes terugkomen. We leggen ook echt de nadruk op naar bijvoorbeeld de kwaliteit van onze lucht die we dag in dag uit inademen. En daar zul je dus juist ook nabij snelwegen beter op moeten letten. Wat ons dan ook wel een beetje helpt, is dat er steeds meer elektrische auto's komen. Ja. En steeds minder auto's die op benzine of op diesel rijden. Want ja, dat is natuurlijk ook wel een verschil in luchtkwaliteit. Dus dat helpt ons ook. Maar hoe dichter bij de snelweg, hoe meer maatregelen je moet nemen voor geluid en voor andere hinder, om dat inderdaad te voorkomen. Ja, helder. De volgende vraag is ook voor u. Waarom wordt er niet alleen gebouwd voor de Edenaren met sociale of economische bindingen met Ede? Zo behouden we meer het dorp. Ja, dat is een terechte vraag. Het lastige is alleen, dat is heel moeilijk om dat af te dwingen. Okay. Het is niet zo makkelijk om te zeggen, nou, als je Ede op je paspoort hebt staan, dan mag je ergens in Ede komen wonen. Of alleen als je in Ede werkt, mag je in Ede komen wonen. Die mogelijkheden zijn er eigenlijk bijna niet. Dat kan wel bij het toedelen van sociale huurwoningen. Van bijvoorbeeld vanuit woonsteden. Daar kun je keuzes maken dat je zegt, nou, de voorkeur heeft als je daar of daar vandaan komt. Maar bij koopwoningen mag dat. Bij andere woningen is dat heel erg lastig. Wat we wel kunnen doen, en dat is ook iets waar de gemeenteraad onlangs om gevraagd heeft, dat als er bijvoorbeeld wijken worden aangelegd of woningen worden gebouwd, dat we eerst adverteren, of dat vragen wij dan een ontwikkelaar, adverteer eerst in Ede zelf, of in Lunteren zelf, of in Otterlo zelf, voordat je in Utrecht gaat adverteren met een mooie wijk in Ede. Dat is, nou ja, wacht daar eventjes mee. En op die manier probeer je vooral dat mensen in Ede die nieuwe woning kunnen vinden die ze zoeken. Een kans krijgen eigenlijk. Ja. Mag ik daar nog iets aan toevoegen? Ja, natuurlijk, Frits. Want dit gaat altijd over nieuwbouw. Ja. Bij bestaande bouw, gewoon de huizen die er zijn. Ik kijk ook regelmatig op Funda. Ik zie best wel wat te koop staan. Ik zie nooit iemand een verkoper zeggen, deze wordt alleen maar aan een Edenaar verkocht. Ja. Dus we moeten daar dan ook wel reëel in zijn. Dus we kunnen bij nieuwbouw best wel sturen. Bij bestaande bouw is het alweer een stuk lastiger.
En je kunt ook kijken van wat is de vraag. En als je naar Ede kijkt, Alice noemde dat straks al starterswoningen. Nou, we hebben in Ede best wel veel vraag naar starterswoningen. We hebben in Ede ook best wel veel vraag naar sociale huurwoningen. Dus je kunt ook in je programma, dus in het type woningen wat je gaat bouwen, vooral voor die groep bouwen. En daarmee probeer je de vraag die in je samenleving er is, in Ede, in Lunter, in Bennekom, op die manier zoveel mogelijk tegemoet te komen. Ja. Nou, daar gaat ook eigenlijk wel deze vraag over, Alice. Ede wil veel woningen gaan bouwen, hè? Maar worden dat dan wel een beetje een passende en betaalbare woningen? Met andere woorden, geen kippenhokjes van 25 à 30 vierkante meter. Nee. Dat wordt natuurlijk wel het dilemma. Want we zien eigenlijk nu dat alles duur aan het worden is. Dus dat is lastig als je daar geen invloed op kunt uitoefenen. Ja. Voor een deel kan het dus wel, toch denk ik, door bepaalde producten aan te bieden. Hè, die heel erg aansluiten bij de Edese behoeften, maar waar misschien een randstedeling wat minder snel naar zal zoeken. Dus bijvoorbeeld die starterswoningen. Hè, en dat zullen wat kleinere woningen zijn. Maar we sturen er wel op dat ze toekomstbestendig zijn. Hè, niet zo klein dat je er verder nooit meer iets mee kunt doen. Je moet ze ook, dat zien we ook bij studentenwoningen, proberen we ook na te denken over flexibiliteit. He, dat je ze ook nog eens soms groter kunt maken. Nee. Van twee woningen één. Dat soort vormen zijn dan ook belangrijk. Nu moeten we heel snel een bepaalde woningnood oplossen. Maar er moet ook flexibiliteit in zitten voor de toekomst. Ja, en die variatie is dan ook heel belangrijk. Dus niet te veel dezelfde dingen maken. Niet te veel dezelfde woningen. Ja. We gaan richting de laatste vraag, omdat we bijna de uitzending gaan afsluiten. Ik heb nog een vraag en ik weet eigenlijk niet wie het antwoord weet. Dus jullie mogen wie het eerst roept. In andere gemeenten hoor ik van woningen splitsen. Is dat in Ede ook mogelijk? Ja, er is beperkt ruimte op dit moment. Want wat is splitsen? Splitsen eigenlijk van één woning, twee woningen maken? Ja. En dat gebeurt wel eens bijvoorbeeld voor studenten. Dat gebeurt bijvoorbeeld ook wel eens voor mensen. Bijvoorbeeld voor arbeidsmigranten wordt dat ook wel gedaan. We zijn er in Ede wel terughoudend. Dus we hebben plekken waar dat niet kan. We hebben ooit, het is alweer een paar jaar geleden, dat heet dan een parapluplan. Een bestemmingsplan die dan over heel de gemeente Ede heen gaat, die voor alle plekken geldt. En daarvan hebben we gezegd, ja, maar daar zijn we wel terughoudend in. Omdat je, ja, kijk, een woonwijk, als je daar een bepaald programma hebt van type woning, ja, dan wil je dat ook wel recht doen. En als je zegt van, hé, maar er is een vraag voor studentenwoningen, dan moeten we zorgen dat die gebouwd worden. Dus je moet denk ik vooral bouwen voor waar vraag naar is. En ook zo inrichten dat ze de toekomst ook een klein beetje de ruimte kunnen blijven geven. Ik fietste vanmiddag langs de Klinkenberg. We kennen allemaal dat oude gebouw. Nou, dat gaat hopelijk snel tegen de vlakte. Maar daarachter wordt nu een appartementencomplex gebouwd voor, wat is het, 20, 30 appartementen. Dat is voor 55-plussers, dat is de doelgroep. Maar die worden zo gemaakt dat ook andere groepen de komende jaren, als daar bijvoorbeeld weer meer vraag naar is, op kunnen aanpassen. Dus inderdaad misschien van twee woningen naar één woning. Ja. Of van één woning naar twee woningen. Ja. En ik denk dat we vooral naar dat soort flexibele concepten moeten kijken. Want dat zorgt ervoor dat je goed naar de vraag kunt kijken. Ja, helder. Frits, we hebben het steeds over 11 tot 15.000 woningen. Maar een vraag van een kijker is, hoe zou een scenario eruit zien als er geen nieuwe woningen nodig zijn? Geen nieuwe woningen. Kan dat? Dat er opeens... Ja, dan ontstaat gelijk een enorme woningmarktvraag. Maar hoe het eruit zou zien, ja, dan krijg je een heel ander landschap. In elk geval heb je dan geen uitbreidingswijken, dan blijft het zoals het nu is. Ja, als eigenlijk geen vraag is naar woningen, worden ze ook niet gebouwd, is eigenlijk het antwoord dan, denk ik. Nee, dan worden ze niet gebouwd. Ja. En tegelijkertijd mis je daarmee ook de kans om bepaalde maatregelen te financieren en voorzieningen te realiseren. Ja, helder. Nou, volgens mij hebben we dan behoorlijk wat vragen van kijkers beantwoord. We hebben ze niet allemaal kunnen beantwoorden vandaag. Dat gaan we de komende week doen. Dus vanaf volgende week kunt u op onze website de antwoorden op de vragen zien. Ik wil graag onze gasten bedanken voor alle antwoorden die hier vanavond zijn gegeven. U kunt alle informatie die we vanavond gedeeld hebben ook terugvinden op onze website bij ede.nl/omgevingsvisie. Daar ziet u de filmpjes van vanavond. Daar kunt u de uitzending terugzien. Daar staat uiteraard ook de concept omgevingsvisie. Een hele uitgebreide variant, inclusief alle kaarten die daarbij horen. Maar er is ook eentje die wat korter is, een samenvatting.
En heel belangrijk, er staat dus ook die peiling. En daar kunt u uw mening geven over die omgevingsvisie. En die mening gaat samen met de omgevingsvisie naar de gemeenteraad volgende maand. Nou, voordat we afsluiten, wethouder van Schans. Eigenlijk aan u het even nog het laatste woord. Wat zou u de kijkers nog willen meegeven? Ja, kijk, worden er heel veel nota's en memo's geproduceerd. En die zijn natuurlijk allemaal heel erg belangrijk. En ik zou bijna iedereen aanraden, lees ze allemaal. Nee, dat ga ik niet doen, want dan bent u heel veel tijd kwijt. Maar er is er één die de kijker echt zou moeten lezen, en dat is de omgevingsvisie. Dan heb je wel een paar uur nodig, want het is 70, 80 pagina's, okay. Zeg ik even uit mijn hoofd. Met plaatjes. Maar met plaatjes en met kaartmateriaal. Frits had het er net al over. Ik zou zeggen, lees die visie. Want het is echt een mooie schets voor de komende 10, 20 jaar. En ik ben ook heel benieuwd naar de reacties. Dus geef die reactie, vul die enquête in, kom met uw ideeën. Misschien hebben we wel iets gemist. Of misschien kan iets helemaal niet wat we wel hebben opgeschreven, waarvan een kijker zegt, ja, maar daar moet je echt goed naar kijken. Ik zou zeggen, laat die geluiden horen. Download die omgevingsvisie en neem hem eens goed door. Mooi. Dank u wel. Dank jullie wel. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze uitzending. Bedankt voor het kijken. En inderdaad, vergeet dus niet de peiling in te vullen. Goedenavond.